Welkom bij deze Tijdens Live Instatour. Vanmiddag gaat het over het Lorentz Lab. Dat ligt hier achter me. Ik ben Michel Rommel. Ik ben hoofd van de afdeling Blikzaken. En ik was nauw betrokken bij de restauratie en herinrichting van het Lorentz Lab. Het is de laatste, voorlopig de laatste live Instatour. Want zoals u misschien weet gaan we 1 juni open. Alle musea mogen we open gaan. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen. En dat gaat vooralsnog allemaal heel goed. We hopen dat we u allemaal weer kunnen verwelkomen vanaf 1 juni. Maar u moet wel dan van tevoren online een kaartje reserveren met een tijdslot. Dat is een van de voorwaarden waarop wij dan weer open mogen. Dus, maar houd onze website in de gaten, zodat u een kaartje kunt reserveren. Maar ook voor eventuele volgende tours als we die weer gaan maken. Maar goed, vandaag gaan we het Lorentz Lab bezoeken. Eigenlijk moet u dat niet met mij doen, maar moet u dat met de acteurs van de Lorentz Formule doen. De Lorentz Formule is een programma dat we bedacht hebben bij de heropening van het Lorentz Lab in 2017. Zaten we naar een vorm te zoeken waarin kunnen we nou het beste het verhaal van Lorentz en het Tijdens Museum en de geschiedenis van de wetenschap vertellen. En we kwamen uit op een theaterstuk, maar dan locatietheater over verschillende plekken verdeeld. Waarbij je dan door acteurs wordt meegenomen door het Lorentz Lab op een hele mooie route. Het is bedacht door de Haarlemse toneelmaker Riek Zwarte. En de tekst is geschreven door Rick van den Bos en het wordt uitgevoerd door een heel enthousiast team acteurs. Helaas ligt dat programma nu even stil. Wij kunnen het niet aanbieden, wij mogen nog geen groepsactiviteiten aanbieden. Maar zodra het weer kan, hoort u het als eerste. Houd ook onze website weer in de gaten. We staan hier voor de deuren van het Lorentz Lab. En het is wel een bijzondere plek om te staan, want de hoek waar ik hierbij sta, dat is het oudste gedeelte van het museum. Dit is de buitenkant, de hoek van de ovale zaal. De ovale zaal kent u wel als het museum eerder heeft bezocht. Is natuurlijk ovaal, maar aan de buitenkant is het gewoon een rechthoekig gebouw. Alleen als je het museum bezoekt, kun je dat nergens zien. Omdat je natuurlijk binnen blijft. Alleen op deze plek is het wel te zien. Dus dit is de oude buitenmuur van de ovale zaal. Uit 1784, toen is het gebouw geopend. En ja, dat was toen ook het complete museum. Daar is in de loop der tijd nogal wat aangebouwd. De schilderijen zaten aan de andere kant. En aan deze kant hier, andere buitenmuren, daar ligt de uitbreiding naar het Spaarne met de hoofdentree en de wetenschappelijke vleugel, die in 1885 is gebouwd en werd geopend. Dus zo zit dat bouwkundig een beetje in elkaar. En het Lorentz Lab, het laboratoriumgebouw hierachter, is eigenlijk altijd buiten die publieksroute gebleven. Het is pas sinds 2017 ook toegankelijk voor het publiek. En het is wel heel belangrijk om te beseffen dat hier altijd een laboratorium gestaan heeft. Maar ja, altijd, dat wil zeggen zolang het Tijdens Museum bestaat. Want Tijdens Museum was een wetenschappelijk onderzoeksinstituut toen het opende in 1784. En de ovale zaal was ook eigenlijk een soort laboratorium of een demonstratieruimte voor de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen. En de allereerste directeur van het Tijdens Museum, Martinus van Marum, dat was een alleskundige, die deed zoveel op wetenschappelijk gebied, die had ook nog zijn eigen laboratoriumruimte nodig. Een van de oudste, misschien wel de oudste laboratoriumruimte van natuurkundig onderzoek in Nederland. En daarvoor werd hier op deze plek al in 1791 een eerste laboratorium gebouwd tegen het huis van Pieter Tijlen aan. Trouwens. En er zijn op het terrein nog meer laboratoria te zien, maar dit is een heel belangrijk laboratorium dat dus al in de 18e eeuw is gebouwd. Alleen, ja, er werd altijd op een serieuze manier op het hoogste niveau wetenschappelijk onderzoek bedreven in het Tijdens Museum. En dat betekende dat zo'n laboratorium ook met zijn tijd mee moest gaan met de nieuwste behoeften, de nieuwste dingen die nodig waren, zoals elektra bijvoorbeeld. Dus 1884 werd hier een ander gebouw neergezet in dezelfde stijl eigenlijk als nieuwe vleugel voor het publiek naar het Spaarne toe. En daar zaten dus de opvolgers van Marum en de voorgangers van professor Lorentz, die werkten daar.
Maar toen kwam Lorenz in 1909, toen begonnen de gesprekken met Tijger Stichting, met de directie van Tijger Stichting, om hier een eigen laboratorium te krijgen, om de voorganger van Lorenz, meneer Elias, die was net gestorven, om die op te volgen als curator van het natuurkundig laboratorium van Tijger Stichting. En Lorenz die had nogal wat eisen, en dat kon hij ook stellen vanuit zijn positie. En het kwam erop neer dat de hele boel gemoderniseerd moest worden. De elektra moest helemaal worden vernieuwd. Er moest gas en water worden aangelegd. Hij heeft een assistent aangetrokken, Elias, die heeft daarvoor gezorgd. Dus eigenlijk in 1911 stond er qua interieur een compleet nieuw laboratorium. Dat voldeed aan alle eisen van die tijd. Dus volledig gemoderniseerd. En het mocht ook nogal wat kosten. Nou, hoe kwam het zo? Gaan we even hier naartoe. Dit is hem. Deze buste van Bons, gemaakt door Toon Dupuis uit 1926. Waarschijnlijk ter gelegenheid van het gouden doctoraat van Lorenz in 1925. Dat betekende dus dat Lorenz in 1925 al 50 jaar daarvoor gepromoveerd was. En hij was toen trouwens pas 22 in 1875. 2 jaar later werd hij nog leraar in Leiden. Dus dat geeft mij even aan dat Lorenz niet de minste was. Lorenz was eigenlijk de belangrijkste wetenschapper in Nederland van dat moment. De Nederlandse wetenschap kende een hele belangrijke bloeiperiode, eind 19e, begin 20e eeuw, met veel Nobelprijzen ook. Lorenz was de eerste Nederlander die een Nobelprijs kreeg. En dat was in 1902. Het was de tweede keer dat de Nobelprijs voor natuurkunde werd uitgereikt. De eerste keer was het aan Röntgen. Maar Lorenz was de belangrijkste wetenschapper in Nederland, gewoon op dat moment, begin van de 20e eeuw. Gaf les in Leiden, deed onderzoek in Leiden, maar hij vond dat hij niet genoeg ruimte kreeg om onderzoek te doen. Hij wilde zijn eigen laboratorium, dat kreeg hij niet goed voor elkaar in Leiden. Toen kwam hier die vacature, omdat de curator van het laboratorium was overleden in 1909. En na wat onderhandelingen, natuurlijk ook over geld, maar vooral ook over de positie van Lorenz hier en in Leiden, waar hij ook nog aan verbonden bleef als docent en om mensen te laten promoveren, zijn ze eruit gekomen en mocht Lorenz dus hier zijn eigen laboratorium gaan inrichten met assistenten die daar onderzoek zouden doen, waarbij hij helemaal werd vrij gelaten. En dat woordje vrij, dat is echt heel belangrijk, want hier kreeg Lorenz de ruimte om te doen wat hij echt graag wil, behalve onderwijs geven. Onderzoek doen, maar zich vooral ook maatschappelijk nuttig maken. Dus Tijgers Stichting heeft toen de hoofdprijs binnengehaald in 1909. Door Lorenz aan zich te verbinden. En Lorenz is dat blijven doen tot aan zijn dood in 1928. Hij is ook in Haarlem komen wonen. Hij ligt er ook begraven. En zijn roem is in die tijd alleen nog maar gegroeid door alle dingen die hij in die periode gedaan heeft. We gaan nu het Lorenz-lab bezoeken. Vorige week heeft mijn collega, hoofdwetenschapper Trieke van der Spek, al wat een en ander verteld over de elektriseermachine. En in deze ruimte van het laboratorium staat een replica van de elektriseermachine. En die het dus ook doet. Het origineel is ontworpen door Martinus van Maren. Het staat iets verderop hier in het museum. En dit apparaat wordt gebruikt ook om demonstraties te geven nu, maar is ook onderdeel van dat programma De Lorenz-formule, die theatrale rondleiding door het laboratorium van professor Lorenz. Nog een deur. En dan komen we in de gang. Ik zal even het licht aan doen. Het lab had oorspronkelijk 9 ruimtes, weten we. We hebben maar 1 foto is er overgebleven van het interieur. En we hebben hier nu een toilethok ingebouwd. Oorspronkelijk hebben hier ook ruimtes gezeten om allerlei werkzaamheden te kunnen verrichten. En ook bijvoorbeeld voor het opwekken van de energie die nodig was om hier onderzoek te kunnen doen. Nou, dan komen we een beetje in het heilige der heiligen. Dit is de werkkamer van professor Lorenz. Althans, wij denken dat de werkkamer, waarvan we weten dat hij die had in het lab, we hebben er alleen een foto van, dat hij er ongeveer zo heeft uitgezien.
En die werkkamer is ook een onderdeel van die Lorenz-formule, die theatrale rondleiding. Dus er zijn ook wat elementen aan toegevoegd om hem helemaal in de stijl van die tijd te krijgen. Dus zeg maar tussen 1910 en 1925. En kijk, daar hangt de hoed van Lorenz en zijn jas. Het lijkt alsof hij er net even vandoor is. Misschien is hij even thuis lunchen, want hij woonde niet zo heel ver weg hier in Haarlem. Dus zo zou het eruit gezien kunnen hebben. We hebben ook een bureau en een stoel uit die tijd. Die hebben we in onze eigen kelder teruggevonden. We hebben een opslag met allerlei oude antieke meubels. En het zou best kunnen dat dit zo door Lorenz is gebruikt. En er liggen voor die theatrale toer ook allerlei briefjes die dan gebruikt worden om het verhaal over Lorenz en Tijlers Museum en al dat wetenschappelijke onderzoek hier te vertellen. Er zijn ook wat persoonlijke dingen. Een familiefoto is hier bijvoorbeeld te zien. Trouwens, hier ligt nog een sigaar. We weten dat hij sigaren rookte. Dus, en daar staat toch een theekopje. De thee heeft hij net opgedronken, zo te zien. En nou ja, zo proberen we hier dus die sfeer voor elkaar te krijgen. Er zijn kasten met boeken, natuurwetenschappelijke boeken, natuurkundige boeken uit die tijd. Die komen allemaal uit onze eigen collectie. Dus het is best waarschijnlijk dat er ook hier spullen tussen staan die ook bij Lorenz, door Lorenz gebruikt zijn. En ik wil even, om de positie van Lorenz duidelijk te maken, de status van Lorenz, we zijn hem een beetje vergeten in Nederland en wij proberen hem weer terug te brengen, duidelijk te maken, pak ik even deze heel bijzondere foto. En ik leg hem voorzichtig op het bureau neer. Nou, want wat zie je hier? Een gezelschap van allerlei geleerde heren en één dame trouwens. Dit is Paul Ehrenfest. Dat is de opvolger van Lorenz als hoogleraar in Leiden. Lorenz wilde eigenlijk Einstein als opvolger hebben, maar Einstein zei van ik durf niet in uw voetsporen te treden. En bovendien had hij net al een andere baan geaccepteerd in Zurich. Nou ja, het zijn bijna allemaal Nobelprijswinnaars die hier staan. Hier staat bijvoorbeeld Schrödinger, bekend van zijn kat. Hier staat voor de liefhebbers van Breaking Bad, staat meneer Heisenberg, ook niet onbelangrijk. Deze strenge figuur, past goed bij zijn naam, is Max Planck, bekend van het allerkleinste hypothetische denkbare deeltje dat er zou kunnen bestaan. De enige dame in dat gezelschap is een heel bijzondere, die moet u allemaal kennen, dat is Marie Curie. Zij is ook een van de vier personen tot nu toe die twee Nobelprijzen heeft gekregen. Ook heel belangrijk in de internationale wetenschappelijke wereld. En natuurlijk, man met snor is niemand minder dan Albert Einstein. Die niet voor niets naast professor Lorenz zit. Lorenz was echt het middelpunt, het center point, hoe noem je dat, van de wetenschappelijke wereld in die tijd. Hij was een diplomaat. Hij was natuurlijk ook een groot wetenschappelijk denker, theoretisch fysicus, Nobelprijswinnaar, sprak zijn talen vloeiend en hij probeerde al die wetenschappers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, Duitsers, Fransen, Engelsen en Nederlanders, met elkaar te laten praten, ook om de wetenschappelijke samenwerking maar te bevorderen. Hij was erg van internationale samenwerking en hij was de verbindende figuur die met iedereen kon praten. En hij had met iedereen ook wel een bijzondere relatie, met name met Einstein. Einstein is ook hier geweest in het Tijlers Museum om Lorenz te bezoeken in het laboratorium. Op 11 februari 1911 is hij met zijn vrouw hier langs geweest en hij is daarna nog een paar keer naar Haarlem gekomen om Lorenz te bezoeken, ook om te praten over de relativiteitstheorie. Nou ja, Lorenz werd gewoon gezien als de man die alles bij elkaar kon brengen. Toen hij bij Tijlers kwam werken, toen ging hij niet alleen maar met zijn laboratorium leuke experimenten doen, maar hij maakte zichzelf vooral ook maatschappelijk nuttig. Hij werd voorzitter van heel veel commissies, onderwijscommissies, commissies die de ellende van de Eerste Wereldoorlog moesten opvangen met behulp van wetenschappelijke ontdekkingen. Hij kreeg daarvoor alle ruimte van Tijlers Stichting om dat te doen. Een van de belangrijkste dingen is aan die kant, waar ik nu naartoe ga lopen, als dat lukt, met de camera.
Dat is een kaart van de Zuiderzee. Lorenz was namelijk ook voorzitter van een van de commissies voor de indamming van de Zuiderzee. En met name de afsluitdijk. Dat was een vraag van, ja, hoe ingewikkeld is dat? Hoe gevaarlijk wordt het als het wordt afgesloten? Hoe gaat het met de stromingen van het water en de golven en de wind? Krijgen we dan geen overstromingen aan de kust? Want dat proberen we juist te voorkomen. En Lorenz heeft toen heel ingewikkelde berekeningen verricht door allerlei modellen en systemen bij elkaar te brengen met de ingewikkeldste wiskunde van dat moment. En heeft ook aanbevolen om de dijk een knikje te laten maken. Hier loopt hij nog naar Piaam, uiteindelijk is hij bij Zurich terechtgekomen. En terecht is ook dat de Lorenz-sluizen naar hem zijn vernoemd daar. En al die berekeningen werden waarschijnlijk op zo'n apparaat verricht. Dit is een miljonair, nou een voorloper van de computer misschien, maar gewoon een hele mooie, complexe, uitgewerkte rekenmachine. Waar dan een hele batterij mensen aan zat te werken om tot goede berekeningen te komen. Dan nog de laatste ruimte. Moeten we even een trapje op. Nu is de ruimte open, waarschijnlijk was die in die tijd wel afgesloten. Maar dit is dus het laboratorium zoals wij denken dat het eruit gezien zou kunnen hebben. Niet precies, we hebben een foto en daar zie je allerlei apparaten met draadjes en wat kastjes. Maar we dachten toen we dat gingen herinrichten van ja, hoe moeten we dat doen? En uiteindelijk kwamen we erop uit dat we een oude catalogus voor laboratorium, inventarissen en interieurs hebben geraadpleegd van Max Kohl uit Chemnitz, een bedrijf dat catalogus is 1908 ongeveer. En daarin zie je dan allerlei apparatuur staan, maar ook meubels en die hebben we laten nabouwen. Dus het is in de stijl van die tijd. We weten dat er toen ook allerlei meubels en apparaten zijn aangeschaft. Of het precies die waren, dat weten we niet. Die zijn niet bewaard gebleven. Want de hele inventaris is verkocht in de jaren 50. Maar het is echt een soort weekkampcatalogus waar jonge wetenschappers, en ook ouderen waarschijnlijk, van zaten te smullen van de mooie spullen die ze hierin konden vinden met metertjes en allerlei andere dingen om op alle gebieden maar die denkbaar waren toen wetenschappelijk onderzoek te doen. En hier is bijvoorbeeld ook nog een hele mooie foto te zien. Kijk, en toen hadden ze ook al spatschermen bedacht om blijkbaar ernstige zaken te voorkomen. Dus het interieur, zoals het hier is nagebouwd, is uit die tijd. Het is niet het oude meubilair uit die tijd. En het wordt nu gebruikt ook als onderdeel van de Lorenz-formule, die theatrale tour. Maar zoals u ziet staan er ook allerlei instrumenten op tafel. En dat zijn instrumenten, niet originele, maar replica's van instrumenten uit onze eigen collectie, uit de instrumentenzaal en uit de ovale zaal, die allemaal te maken hebben met onderzoek naar elektriciteit, waar Lorenz, maar dan met name met elektromagnetisme, ook mee bezig was. En dat maakt onderdeel uit van een, het hoort bij een programma voor scholieren, HAVO-VWO, eindexamenscholieren, die elektriciteit als een van de onderwerpen voor het eindexamen hebben. En zo kunnen ze dus het onderzoek van de ontwikkeling, de kennis van de elektriciteit vanaf eind 18e eeuw tot aan de tijd van Lorenz stap voor stap hier volgen en uitproberen met allerlei proefjes. En het zijn hele mooie apparaten en we hebben ze ook vrij robuust uitgevoerd, zodat ze ook nog wat langer meegaan. Maar dit zijn dus allemaal wel authentieke elementen op zich die helpen om het verhaal te vertellen van Tijdelijks Museum als wetenschappelijk instituut en hoe het toch mogelijk was dat er zo'n grootheid als Lorenz hier bijna 20 jaar heeft gewerkt. Nogmaals, als u het Lorenz Lab echt wil beleven, dan moet u met de Lorenz formule mee. En ik hoop dat we die over niet al te lange tijd ook weer kunnen gaan aanbieden, maar voorlopig weten we het nog niet. Tot die tijd hoop ik u terug te zien in het museum vanaf aanstaande maandag 1 juni. Bent u weer van harte welkom. Tot ziens.